Je leeft verder, je doet dingen, je doet leuke dingen, maar het zit er altijd in je hoofd. Het is nooit weg en ik wou dat dat eens over was in mijn hoofd. Breng Tanja Groen thuis. Nu. Met een miljoen, hoopvol en op zoek naar antwoorden over het lot van Tanja richt Peter R. de Vries vorig jaar de stichting De Gouden Tip op. Het moest het jaar van Tanja Groen worden. Vooral voor de ouders vinden wij het heel heftig dat vandaag op 23 juni, de dag dat mijn vader had gehoopt dat we bloemen op het graf van Tanja konden leggen, dat dat niet het geval is. Misschien komt nu eindelijk het dat we weten wat er is gebeurd die nacht. Voor hem was het echt, moest het een life-changing amount zijn, zoals hij dat noemde. Een bedrag waarvoor je mogelijk wel zelfs een familielid, een buurman, een collega zou verraden. We vonden het geweldig. Want dan wordt er weer wat gedaan. Ik kan een oproepje hier doen en een oproepje daar, maar ja, wat. En toen begon Peter ermee. Nou, ik denk, nou gaat het gebeuren. Corrie en Adrie starten vorig jaar samen met hun steun en toeverlaat Peter R. de Vries, die zich vanaf de jaren 90 al inzet om Tanja terug te vinden. Vanavond een van de meest mysterieuze verdwijningszaken van de laatste jaren. De 18-jarige Tanja Groen fietste in de nazomer van 1993... van de studentenzoos in Maastricht naar haar kamer. En dat is het laatste spoor dat men van haar heeft. Het jaar loopt totaal anders dan verwacht. Dat natuurlijk begon met heel veel hoop en daadkracht. Om vervolgens 2 weken later voor mij persoonlijk, maar ook echt voor de ouders van Tanja, een mokerslag te krijgen. Het was een geweldige man. Het is heel erg dat Peter er niet meer is. Hoewel de tijd verstrijkt, is er nog steeds hoop. We zijn nu wel vandaag met de stichting en het Cold Case Team bij de ouders van Tanja. Ze hebben ons beloofd dat dus het Cold Case gaat gewoon door en de stichting gaat gewoon door. Dus ik hoop dat iemand dit ziet en alsnog zijn mond open doet.